Ja, dank u wel voor de vraag. Laat mij aangeven dat we inderdaad een rechtshulpverdrag, bilateraal rechtshulpverdrag hebben met Nederland. Maar het is geen cultuur dat rechtshulpverzoeken die gestuurd worden, zo openlijk worden gecommuniceerd. Wat dat betreft, als het Openbaar Ministerie wil ingaan op zaken, op de rechtshulpverzoeken die zij krijgen, dan mogen ze dat. Ik krijg ze, ik handel ze af, ik stuur ze terug. Wat ik wel kan aangeven is dat ik op dit moment alle rechtshulpverzoeken die zijn ingediend door het Openbaar Ministerie heb afgewerkt. Dus ik heb ze teruggestuurd naar het Openbaar Ministerie. Als Nederland, tenminste het ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland, openheid wil geven over rechtshulpverzoeken die ze in behandeling hebben gestuurd naar Suriname, dan kunnen zij dat bekendmaken. Maar de relatie, dat is een relatie tussen Openbaar Ministerie Suriname en Openbaar Ministerie Nederland. Dus ik ga geen bekendmaking doen over welke rechtshulpverzoeken ik allemaal binnenkrijg. U zegt u heeft ze afgehandeld. Bedoelt u dat u ze heeft gehonoreerd, ja of nee? Maar dat zeg ik van, ik ga niet in op de inhoud. Ik heb ze afgehandeld, meneer Cairo.